Dagelijkse woorden van God. Jezus' werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in hem geloofden, werden vergeven. Hij zou je verlossen, zolang je maar in hem geloofde. Als je in hem geloofde, was je geen zondaar meer. Dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren. Op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn. Jezus deed in die tijd veel werk dat zijn discipelen niet konden begrijpen. En hij zei veel dat mensen niet begrepen. Dat komt omdat hij in die tijd geen uitleg gaf. Dus stelde Matthäus enkele jaren na zijn heengaan zijn geslachtsregister samen en ook anderen deden veel werk dat uit de wil van de mens was. Jezus kwam niet om de mens te vervolmaken en te winnen, maar om één fase van het werk te doen. Het evangelie van het Koninkrijk van de hemel aan het licht brengen en het werk van de kruisiging volbrengen. En zo kwam Jezus' werk met zijn kruisiging volledig ten einde. Maar in de huidige fase, het overwinningswerk, moeten er meer woorden worden gesproken, moet er meer werk worden gedaan en moeten er vele processen zijn. Zo moeten ook de mysteries van het werk van Jezus en Jehovah worden geopenbaard, zodat alle mensen begrip en duidelijkheid in hun geloof mogen hebben, want dit is het werk van de laatste dagen. En de laatste dagen zijn het einde van Gods werk, de tijd waarin dit werk wordt voltooid. Deze fase van het werk zal de wet van Jehovah en de verlossing van Jezus voor je verduidelijken. En is er vooral opdat je het hele werk van Gods managementplan van 6000 jaar kunt begrijpen. De gehele betekenis en het wezen van dit managementplan van 6000 jaar kunt waarderen. En het doel kunt begrijpen van al het werk dat Jezus deed en de woorden die hij sprak. En zelfs je blinde geloof in en adoratie voor de Bijbel. Dit alles zal je helpen een diepgaand begrip te verkrijgen. Je zult zowel het werk dat Jezus gedaan heeft als het werk van God vandaag gaan begrijpen. Je zult de hele waarheid, het leven en de weg begrijpen en aanschouwen. Waarom ging Jezus' werk weg zonder de eindfase van het werk te verrichten? Omdat de fase van Jezus' werk niet het werk van afronding was. Toen hij aan het kruis werd genageld, kwam er ook een einde aan zijn woorden. Na zijn kruisiging was zijn werk volledig volbracht. De huidige fase is anders. Gods werk zal pas voltooid zijn nadat de woorden tot het einde toe gesproken zijn en zijn hele werk is afgerond. Er zijn tijdens Jezus' fase van het werk veel woorden ongezegd gebleven of niet volledig uitgesproken. Maar het maakte Jezus niet uit wat hij wel of niet zei, want zijn bediening was geen bediening van woorden. Daarom ging hij weg nadat hij aan het kruis werd genageld. Die fase van het werk ging voornamelijk om de kruisiging en verschilt van de huidige fase. Deze fase betreft voornamelijk de voltooiing, de afwikkeling en de afronding van al het werk. Als de woorden niet helemaal tot hun einde toe worden gesproken, kan dit werk geenszins worden afgerond. Want in deze fase van het werk wordt al het werk voltooid en volbracht met behulp van woorden. Jezus deed in die tijd veel werk dat mensen niet konden begrijpen. Hij ging stilletjes weg en tegenwoordig begrijpen nog steeds velen zijn woorden niet. Ze begrijpen ze verkeerd, maar geloven toch dat ze het bij het juiste eind hebben. Ze weten niet dat ze ernaast zitten. Uiteindelijk wordt in deze huidige fase Gods werk helemaal voleindigd en afgerond. Iedereen zal Gods managementplan gaan begrijpen en kennen. De opvattingen in de mens, zijn bedoelingen, zijn verkeerde begrip, zijn opvattingen aangaande het werk van Jehovah en Jezus, zijn zienswijze over de heidenvolken en al zijn afwijkingen
en fouten zullen gecorrigeerd worden. En de mens zal alle juiste paden van het leven, al het werk dat God doet en de gehele waarheid begrijpen. Wanneer dat gebeurt, zal deze fase van het werk tot een einde komen. Het werk van Jehovah was de schepping van de wereld. Dat was het begin. Deze fase van het werk is het einde en de afronding van het werk. Gods werk werd aanvankelijk uitgevoerd onder de uitverkorenen van Israël. En het luidde een nieuw tijdperk in de heiligste plaats van alle plaatsen in. De laatste fase van het werk wordt uitgevoerd in het meest onreine land van alle landen, om de wereld te oordelen en het tijdperk tot een einde te brengen. In de eerste fase werd Gods werk gedaan in de schitterendste plaats van alle plaatsen. En de laatste fase wordt uitgevoerd in de meest duistere plaats van alle plaatsen. Deze duisternis zal verdreven worden. Het licht zal voortgebracht worden en de mensen zullen overwonnen worden. Wanneer de mensen uit deze meest onreine en duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen en de hele bevolking heeft erkend dat er een God is die de ware God is, en ieder individu volkomen overtuigd is, dan zal het overwinningswerk op basis van dit feit worden uitgevoerd door het hele universum. Deze fase van het werk is symbolisch. Zodra het werk van dit tijdperk is voltooid, zal het werk van 6000 jaar management volledig afgerond zijn. Zodra de mensen in de meest duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, spreekt het voor zich dat dit ook overal elders zo zal zijn. Als zodanig draagt alleen het overwinningswerk in China symboliek van betekenis in zich. China belichaamt alle machten van de duisternis en het volk van China vertegenwoordigt allen die van het vlees, van Satan en van vlees en bloed zijn. Het Chinese volk is het meest verdorven door de grote rode draak, keert zich het felst tegen God, heeft de laagste en meest onreine menselijkheid en is dus het archetype van de hele verdorven mensheid. Dit wil niet zeggen dat andere landen helemaal geen problemen hebben. De denkbeelden van de mens zijn allemaal gelijk. Hoewel het volk uit deze landen van een goed kaliber kan zijn, moet het zo zijn dat ze tegen God opstaan als ze hem niet kennen. Waarom stonden de Joden ook tegen God op en tartten zij hem? Waarom keerden de Farizeeën zich ook tegen hem? Waarom verraadde Judas Jezus? In die tijd kenden velen van de discipelen Jezus niet. Waarom geloofden de mensen nog steeds niet in Jezus nadat hij gekruisigd en opgestaan was? Is de ongehoorzaamheid van de mens niet allemaal gelijk? Het volk van China wordt gewoon als voorbeeld gesteld en wanneer ze overwonnen zijn, worden ze een model en voorbeeld als referentie voor anderen. Waarom heb ik altijd gezegd dat jullie een onderdeel van mijn managementplan zijn? In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de andere kant zijn hun leven en instelling achterlijk. Hun gewoonten, sociale milieu en familie van geboorte zijn ook allemaal ondermaats en echt achterlijk. Hun status is eveneens laag. Het werk in deze plaats is symbolisch. En nadat dit testwerk volledig is uitgevoerd, zal zijn werk dat hierop volgt veel beter gaan. Als deze stap van het werk voltooid kan worden, verloopt het daarop volgende werk vanzelfsprekend. Zodra deze stap van het werk tot stand is gebracht, zal er groot succes zijn geboekt en zal het overwinningswerk in het ganse universum helemaal voltooid zijn.